Vandaag ga ik 150 kijkers laten springen voor hun leven. Oeh, lekker springen vallen, ja. Oeh, lekker. Oh nee, help. De kandidaten mogen niet stoppen met springen terwijl ze een levensgevaarlijke route volgen. Stoppen ze wel met springen, dan zijn ze af. Falen ze simpelweg in een van de obstakels, dan zijn ze ook af. De laatste speler die overblijft, wint deze challenge. Robin Meijer, denk je klaar voor? Ik denk het wel. Je denkt het wel, hè? Ja, je vraagt of ik het denk. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Meestal denk ik niet zoveel, maar ik denk het wel. Laten we beginnen door ze gewoon even een polonaise te laten doen terwijl ze springen. Dat vind ik wel leuk. Oké, ik ben benieuwd bij wie het gaat beginnen. Wie is de initiatiefnemer van hier? En wie gaat het beslissen? Ik zie hier een hoopje ontstaan, maar ik kan het nou niet echt de polonaise in. Dit kan ik nou niet echt de polonaise. Jawel, wacht, er ontstaat iets. Er ontstaat iets. Kijk, dit is. Ik keur hem op zich wel goed. Er zijn een paar mensen die nog even aan moeten sluiten, anders zijn ze af. Maar het is een beetje een bende. Ja, ik weet niet wat het is, maar. Ja, het is wel iets. Alleen hier staat eentje. Hello darkness, my friend. Helemaal alleen. Oké, laten we beginnen met het parcours. Robin, ze begrijpen het principe. Laat ze maar gewoon rennen. Het is zover. Ben jij er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Tel je met me mee? Ik tel met je mee. 3, 2, 1. En go! Start op! Daar gaan ze. En ik ben benieuwd of... Oh, nee! Jongens! Zo moeilijk is het niet. Hoe kunnen jullie... Hoe kan dat nou? Ze moeten wel gaan rennen met z'n allen. Blijven rennen, jongens. Niet stilstaan. Mensen moeten even op start komen. We geven ze even de tijd. Maar dit vind ik wel heel lullig, Robin. Oh. Ja, dat zijn nou echt wel heel veel. Oh, kan jij de mensen die dood zijn even een kans geven voor de tweede keer? Weet je, dat gun ik ze wel. Die al bij het begin dood zijn gegaan door de chaos. En we hebben hier Fastpo. Hij is gewoon het snelste van iedereen. Mijn jongen, Fastpo, waar ga je heen? Kom, als je nu faalt, dan ben ik teleurgesteld in je. Ik heb vertrouwen dat Fastpo hier de winnaar gaat zijn. Dat is nu al mijn kampioen. Fastpo, you got this, man. Oké, we geven mensen snel een tweede kans die nu dood zijn gaan. Anders is het al heel snel voor ze en dat vind ik een beetje lullig. We geven ze even snel een tweede kans. Kijk, iedereen rennen. Het is zo ontzettend vermakelijk om te zien hoe mensen gewoon hun best aan het doen zijn. Oh, Jesse Buis! Jij valsspeler? Ja, ik heb je betrapt, jongeman. Jij krijgt een permanente ban. Tot ziens. Kijk, daar hebben we meneer Meloentje weer. Meneer Meloentje is terug. Nee, wie viel er? Oh, Jaden. Nog 15 seconden voor de tweede kans en daarna stopt hij. Dan is je tweede kans gekeken. Als je dan dood gaat, ben je gewoon officieel dood. Ik zie nog niemand die gestopt is met springen. Iedereen die ik hier zie, die blijft wel vrolijk springen. Ze zeggen... Oh, nee, like kaas. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Oh. We hebben het nog zo gezegd. Hij stopte met rennen. Hij stopte met springen, bedoel ik. De man. Oké, daar hebben te veel mensen de tweede kans nodig. Ik ga het nu stoppen. Oké, prima. Dit is echt niet normaal. Oh, wat zielig. Al die mensen die hier doodgaan en die... Oh, ik vind het best wel sneu. Ik wil wel even een shout-out doen naar iCook Vlees. Hoezo? Die is namelijk in 5 kansen elke keer bij het eerste obstakel dood. Dat meen je. Mensen snappen het niet helemaal. Kijk hoeveel er ook doodgaan. Dan hebben we Lijk Kaas weer. Die snapte het net niet. Oh, betrapt! Betrapt! Jij stopte met springen. Ik zag het wel. Ja, oh, we moeten goed opletten. Ja, dan moet je goed opletten hoor. Mensen die stoppen met springen, die zijn gewoon af. Oké, ik heb er één. Joepie. Joepie. Ik heb een secret entrance gemaakt. Kijk of mensen doorgaan. Waar heb je hem gemaakt? Hier. Oh ja, daar. Leuk. Ja, hier. Bij de ingang. Bij de start. Finish. Ik kan het zeggen. Hebben mensen hem door? Ja, maar, ja. Twee hebben hem door. Oh ja, hier. Zijn we het door. Zijn we het door. Zijn we het door. Dat ze er doorheen kunnen. Kom op, jongens. Pak je tweede kans en ga. Flojo, dan moet je wel rennen en springen. Gelijk rennen en doorgaan. We hebben hier Wouter 23 op pad naar zijn victorie. Hij is een glorieuze strijd aan het aangaan en springen. Hij mag niet stoppen met springen, want dat zou zijn leven beëindigen. Hé, wat zijn hier voor leuke botjes? Krijg nou wat? Abonneer wel niet. Vergeet zeker niet even te liken, want we gaan voor de 3234 likes. En als dat gebeurt, dan gaat er iets leuks gebeuren. En vergeet ook zeker niet te reageren op wat je van deze challenge op dit moment al vindt. Dus zeg even wat je ervan vindt. En vergeet dan ook niet te abonneren voor meer. En dan... Ja. Lekker. Oké, ik heb in ieder geval wel een kampioen hier. Ja? Ik ga één iemand kiezen die nog een keer mag. Dan ik ook. Ik wil Dora en Boots de tweede kans geven. Bobslee en de Noordstar. Dora en Boots. Jullie mogen nog een keer met z'n tweeën wachten. Ja, Dora en Boots. Jongens, jullie krijgen een tweede kans. Let's go. Let's go. Okay. Als jullie vallen, word ik boos. Ja, het gaat goed. Het gaat goed, ja. Nee! Boots! Boots, nee. Hier. Boots, je gaat gewoon nog een keer. Je gaat gewoon verder. Je gaat Dora niet in de steek laten. Dora heeft je nodig. Hé, maar mag ik er dan ook twee uitzoeken? Jij mag er ook twee uitzoeken. Meerkaas 996. En, er is nog een Boots. Heb ik hem dan niet verward? Wie? Eat Tomatoes. Dat is nog een Boots.
Huh? Je krijgt een tweede kans, Boots. Nou ja, goed. Maar dat was niet degene die ik wilde. Ja, maar hij is revived. Kan hem nu niet meer wegsturen. Ja, nou ja, dan kies je er nog maar één. Ja, want die wil ik. Nee, Boots is weer dood. Doofoot. 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 Je krijgt een tweede kans. Let's go. Let's go, Doofoot. Rennen. Rennen. Springen. Goed zo. Als hij faalt, ga ik echt lachen. Daar gaat hij. Meneer Doofoot. Op zijn avontuur. Naar victory. Naar glory. Ja, oh, hier loopt mijn champion. Hij stopt. Trouwens. Ik zag het. Hij is gestopt met springen, Doofoot. Nee, dat is niet waar. Kijk, dit is mijn champion. Dat is niet waar. Ik heb het gezien. Oké, okay, we zien het door de vingers. Oké, okay, laten we voor de mensen die geduld hebben gehad, laten we iedereen gewoon revive. Oké, zullen we ze dan lekker de andere kant op laten gaan? Nog heel... Ja, oké, okay, prima. Is een leuke. Ja? Is dat een leuke? Ja. Andere kant op, jongens. Omdraaien allemaal. En vergeet niet te springen. Vergeet niet te springen. Andere kant op. Oh, ik ga niemand zit vast houden, hier. Want... Oh, mijn god. Het hier oh, doorheen hoi, gaan met z'n allen is echt een hel volgens mij. Oh, wat ziet er? Gaan er veel af hier. Oh, waar? Wat erg. Ja, hier meiden, dat ze met z'n allen door een klein dun pad moeten. Er zit iemand vast! Nee, Dora en Boots, allebei! Hoe kan dat? Dat meen je niet. Hoe dan? Wacht, laat ze maar zitten uit schaamte. Uit die deur gekomen. Hoe dan? Hier, we laten ze uit schaamte. Laten we ze hierin zitten. Dus geen weg voor jullie terug, jongens. Wie is jouw champion eigenlijk? Zijn ze ontsnapt? Of heb je ze vermoord? Ik heb niemand ontsnapt laten. Verlaten. Hoe zijn ze hieruit ontsnapt? Uit deze doemnishol? Item... Nou, nu ben je weer de lul. Nu heb je het weer gedaan. Nu gaan we je ook vermoorden ook. Hoppa! Oké, jongens, heb jij voor jou, jullie thuis, hebben jullie inmiddels al een favoriet gekozen? Ik heb mijn favoriet, maar hebben jullie hem? Dat is natuurlijk de grote vraag. Laat nu even in de reacties weten wie jij hoopt dat er gaat winnen. Spam zijn naam helemaal vol en ook waarom. Waarom moet hij winnen? Ik ga al deze mensen, dit zijn de enigen die nog leven, die mogen 3 mensen een tweede kans geven van die hier staan. Je ziet dat iedereen... Oh, ik wil het zo graag! Alsjeblieft! Maar wie gaan ze... Gaan ze zonder tegen elkaar te praten iemand een tweede kans geven? Hoe gaan ze dat regelen? Wat bedoelen zij hier? Oh, dat is... Oh, die bedoelen Wouter 2-3. Ja, Wouter. Wouter 2-3 bedoelen ze? Wouter 2-3. Ja, maar wie bedoelen ze? Wie... Dit kunnen we toch niet zo? Dit was een slecht idee. Oké, wacht, we laten Geert kiezen. Noobie Destroyer. Oké, Noobie Destroyer. Het is Noobie Destroyer. Ja, besloten. Noobie Destroyer. En dan nog 1 iemand. Wie gaat het zijn? Ik zie hier Ikke verliezen. Wie is dat? Die wil iemand kiezen. Wie wil jij? Wie wil jij? Wie is dat? Die tp ik ook. Jesse Bulder. Jesse Bulder, hè? Ja, Jesse Bulder. Begrepen. Kijk hoe blij die is dat zijn vriend terug is. Ja! Mijn vriend is er weer. Oké, 3, 2, 1. En hoppa, go. Traag gaan is niet meer toegestaan. Ze moeten nu doorrennen. Ze mogen niet meer tragen. We hebben het een tandje moeilijker voor ze gemaakt. Oh, Jesse, dat meen je. Je hebt een tweede kans gekregen. Jesse. Ik heb verlies. Nee, ik en Geert, mijn kampioen ook. Nee, allebei onze kampioenen. Hoe kan dat nou weer? Man, dat doe ik Hooibaal. Ik gun het Hooibaal vandaag. Die is ook al vaak ver gekomen. Maar nog niet ver genoeg. Oké, dan gun ik het dit keer. Ja, ik gun het iedereen natuurlijk wel. Ja, Max is dood. Oh. Echt de Noobie Destroyer met de aardappelskin. De Noobie Destroyer. Oké, okay, laten we het ijssprongetje hier even wat moeilijker maken, zodat iedereen er overheen is gesprongen. Ja, tuurlijk, hè. Anders val je naar beneden, Noobie Destroyer. Is hij af? Oh nee, het is echt af. Ik zie het. Oké, okay, we gaan de sprong. Gaan we hier even wat moeilijker maken. Oh, dit is oké. Okay. Nee, hallo. Oh. Oh, maar ook dit kun je nog halen. Oh, ja, dit is prima zo. Dit is prima. Hier, dan gaan we deze sprongen ook moeilijker maken zo. En dan dit ook weg hier. Oké, dit is nu wel een gevaarlijke sprong dit. Wacht, we gaan dit ook even hier moeilijker maken zo. Kijk. Hoppa. Het parcours moet wel langzamer dan telkens een beetje moeilijker worden, hè, jongens. De ladders gaan hier weg. Maar voor Riccio is het allemaal geen probleem. Nee, natuurlijk niet. En voor Noob die ook niet. Ja, dan maken we deze ook moeilijker weer. Lekker bezig, Noob. Pas op, baardloos. Pas op, baardloos. Het wordt een gevaarlijke sprong nu. En deze halen we weg. Deze halen we nog eens weg. Hier, deze halen we ook weg. Hallo, Tobra. Hallo. Mensen hebben echt een beetje een route voor zichzelf. Dus ik ga dat proberen aan te pakken. Ja? Het probleem. Oeh, wacht. Ik heb een idee. Kijk, we gaan ook dit doen zo. Oeh, nu wordt het sprongetje hier wel ineens heel eng. Deze. Kijk hoe Riccio ermee omgaat. Oeh, Riccio gaat ermee om alsof er niks aan de hand is. Kijk hem gaan als de echte kampioen dat hij is. Doei! Hoi, Paul! Man! Ik ben zo trots over je aan het praten. En dan... Voor mijn ogen. Ik gun het Riccio, maar als ik over hem ga praten... Ja, het gebeurt ook. Hij gaat ook gewoon af. Nee, grapje. Nee, maar zo kun je niet zijn. Kans. Succes. Oké, dan ben ik nu voor Riccio. Ja, Riccio is vanaf nu mijn... mijn boy. Oeh. Hey, wil je nou ook van deze prachtige Minecraft-servers om lekker met je vrienden te spelen? Of om ook events te hosten of wat dan ook? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl.
Hou op. Hier, ik wil nog steeds iemand in het midden heel graag hebben. Die in het midden gaat vallen. Kom op, Roemer. Pas alsjeblieft op. Hoe graag ik het ook wil dat er iemand in gaat vallen. Kijk, als ze hier overheen nou even stoppen met springen, omdat ze het sprongetje zo maken dat ze zo doen, weet je, dan oké. Maar dat daar net, dat was gewoon echt te veel. Hé, trouwens, er zijn nog maar 4 over. Gaan we ze bellen of wachten we nog op eentje? We wachten er nog op 1. Oké, nog eentje af. Het is echt moeilijk nu. Oh, het is helemaal kut dit. Succes, jongens, ermee. Oké, we hebben deze wel moeilijk genoeg gemaakt. Laat ik even hier bij dit parcours gewoon even een paar dingen weghalen. Want ik denk dat sommige mensen een standaard route hebben. Dus dat wil ik even een beetje cancelen. De standaard routes van iedereen. Kijk, ik ga hier het eindsprongetje. Ik ook net wat moeilijker maken. Kunnen ze nog maar op 1 blokje landen. Dus als ze niet op voorbereid zijn. Is dat een best enge sprong? Kom op, Riccio. Wees op voorbereid dat het een enge sprong gaat zijn. Oh, dat scheelde zo. Paardloos is dood. Oh, ze moeten bij de finishlijn stoppen. We gaan ze even bellen. Alright, jongens. Jullie zijn in de finale. Ja. En Wouter, ik moet zeggen, had jij niet al eerder een ren-event gewonnen? Nee, dat was mijn broer op. Oh, dat is je broer. En we hebben hier wel een winnaar onder ons. Dat is namelijk Roemer. Dat is onze verstopwinnaar. En Riccio is de underdog. Die komt altijd heel ver. Ja. Maar je hebt nog nooit gewonnen. En ik gun het je wel echt. Ik gun het jullie alle 3 overigens. Ook. Maar jullie zijn wel 3 namen die we bij bijna elk event terugzien. Dus ik vind het wel een leuke finale dit. Hey, gunnen jullie het elkaar? Ja. Op zich. Ja, op zich. Voor de letter R. Ja, op zich. Voor de letter R. Er zit een groepje tegen Wouter of zo. Ik ga mee, dit vind ik... dit vind ik echt jammer weer. Hey, jongens, veel succes. De winnaar, die bellen we zo meteen terug. Willen jullie nog wat voor de video zeggen? Dit is het moment. Nou... Een dikke shout-out naar Jannes en Kip. Hey! Nee. Oh, ja, even een shout-out naar Paardloos. Nee. Wouter? Shout-out naar Oké, jongens, we gaan geen shout-outs doen. Dat het allemaal uitknipt. Joejoe. Ja, inderdaad. Nee, grapje. Vanaf nu moeten ze weer springen. Als ze stoppen met springen, zijn ze af. En we gaan de finale in, althans. Ja, oké, vanaf nu gaan ze stoppen met verder springen. Robin heeft het een stukje moeilijker gemaakt door wat kopwebs hier en daar overal eigenlijk wel basically te plaatsen. En het is weer begonnen. Daar gaan ze. De finale. Ze moeten blijven springen. Stoppen ze met springen, zijn ze af. Zijn ze losers. Wil ik ze nooit meer in mijn video zien. Ja, ik ben voor Riccio. Riccio is echt mijn boy. Ik geloof in hem. Ik geloof echt in hem dat... Roemer! Nee! Roemer! Nee! Roemer got him. Toen. Dood. Oh, heeft Riccio nou verloren? Huh? Maar we hebben Riccio helemaal niet dood zien gaan. Ja, dat was het. We waren zo druk met Roemer dat we de dood van Riccio hebben gemist. Maar hier in de chat, Riccio heeft verloren. Dat meen je. We hebben een winnaar. Yeah! Yeah! Hey! Wouter, Teletubby. We hebben een nieuwe Teletubby winnaar. Dipsy. Yeah, we hebben nu Dipsy en Pony. Alleen nog Tinky Winky en Lala. Wouter, dat is de naam, toch? Ja. Je hebt gewonnen. Jij niet door. Ja, maar jij hebt gewoon... Je broertje heeft de vorige gewonnen met rennen en jij hebt deze gewonnen. Ja, dus bijzonder. En Yield de Max ook. Ja, Yield de Max had de vorige nog. Kijk hem trots naar je. Kijk, dit noem ik liefde. Dit noem ik liefde. Wat ik zie gewoon hartjes in zijn ogen zo. Hij is gewoon zo trots op. Jij, wat vond je ervan? Ik vond op zich wel lastig, maar ja, het ging wel goed. Nou, dat vind ik mooi. Hey, je hebt gewonnen, we gaan je prijzen opsturen en wil je nog wat zeggen voor de video? Gewoon shout-out naar Teletubby Gang en Poetelbeertjes. En okay. Ik heb kunnen winnen mede dankzij de focus van Yieldmax. Echt? Ja. Kijk, we hebben hem jongens, de focus erin. Wacht, ik haal hem er even bij hoor. Welke kleur was het? Oranje. God, pak ik naar blauw, moet ik oranje pakken? Wacht even hoor. Dit is de reden van de winst. Dit heeft jou laten winnen. We zijn trots op je. Jij komt in, in onze galerij. Vond je deze video nou ook zo superleuk als dat wij hem vonden? Abonneer dan zeker even. Kijk ook deze video, want deze video is ook een leuk event. En hier kan je ook zien hoe iemand 500 flesjes focus drink wint. En dan is het week later glaasje water of die flesje bier.